de dag dat hij zich wel geteld 6 binnen- en ook buitenlandse kranten aanschafte, alsmede een drietal periodieken van strikt verschillend allooi, de allesamen vele honderden bladzijden tellende geschriften thuis op zijn gemak vrij nauwgezet doornam en vervolgens aan het eind van de rit gekomen diende vast te stellen dat niet één enkel artikel, niet het geringste paragraafje, geen gebenedijde foto zelfs, erin geslaagd was om een spoor van interesse in hem te wekken, begon Johnny te vrezen dat het in weerwil van wat hij tot dusverre altijd had gedacht niet aan de wereld lag, maar wel aan hem. Was hij werkelijk de enige die doorhad dat de media aan bedden leugenaars waren? Hij proefde van zijn puree en wist het zeker. Hij was verliefd op een aardappel. Net op dat moment zwaaide de deur open en stampvoette een pokdalige vrouw de keuken binnen. Of hoe snel het toch weer tegen zit. Met haar vlezige vingers omklemde die vrouw alweer een porseleinen eendje. En Johnny wist wat er nu zou gebeuren. Eerst zou ze hem toesnuiven dat hij in tijden niet zo naar haar had gekeken als naar zijn eten. Om daarna het eendje bij haar verzameling te zetten bij de voorruit. Een schrijn van eenden in alle maten en soorten, duidelijk van op het voetpad zichtbaar. Is de puree lekker? Vroeg ze, terwijl ze met wat spuug het eendje opboende. Een antwoord verwachtte ze al jaren niet meer. Haar vraag was maar een serie van klanken die de stilte, gemarkeerd door het getik van de zware houten klok, uit de keuken moest verdrijven. Ze waren het praten verleerd toen hij na een werkongeval ook zijn stem niet meer kon verheffen. Johnny keek naar de stapel papier op tafel, dan naar zijn vrouw voor haar eendeschrijn en voor het eerst in 35 jaar vroeg hij zich af hoe de wereld er door haar ogen uitzag. Wellicht zoals een kleuter die hunkert naar de onderste rij prullen van een kermiskraam, kleurrijk, eenvoudig en boordevol kitsch. Johnny haatte haar oppervlakkigheid. Hoe vaak had hij de laatste dagen al zijn vingers niet om de rand van de tafel geklemd tot de knokkels wit zagen, in een zoveelste poging zijn zelfbeheersing niet te verliezen en haar met een van haar eigen eendjes de kop in te slaan. Dat wanstaltige prongbeest links in de rij, daar had hij zijn zin op gezet. Hij ademde in, trok de joystick naar zich toe, waardoor zijn rolstoel de tafel voor zich uit boonde duwen.